Hey, goedendag allemaal. Welkom bij een nieuwe video van de Real Estate Masterclass. Spannend moment. We zijn aangekomen bij de Texasweg in Hoogvliet. Pand dat we een aantal maanden geleden hebben gekocht. En het is helemaal opgeknapt. Dus we gaan kijken hoe het ervoor staat. Nou, nu zijn we aangekomen op de bovenste verdieping. Dit waren eigenlijk drie kleine slaapkamers. En wij hebben eigenlijk voor gekozen om hier gewoon één mooie grote ruimte van te maken met een klein keukenblokje. En ja, zoals je ziet, alles mooi gestuukt, opnieuw geschilderd, nieuw laminaat erin. En eigenlijk met beperkte kosten hebben we het wel gewoon helemaal opgefrist. En dat brengt meteen ook bij het eigen badkamertje. Het mooie van de badkamer is, eigenlijk hebben we heel veel dingen op dezelfde plek laten zitten. Zoals de douche en het bad en de wastafel. We hebben eigenlijk alleen een wc erbij geplaatst. En als je dus ziet, alles opnieuw betegeld. En het ziet er weer gewoon helemaal keurig uit. En eigenlijk was dit plafond, daar heb ik ook nog in de vorige video aangehaald, zat helemaal los. Het waren een soort losse platen. Dit hebben we eigenlijk weer opnieuw gipsplaten tegenaan gedaan en opnieuw gestuukt. En toen eigenlijk mooi wit geschilderd. En dat is eigenlijk helemaal weer frisse uitstraling heeft gekregen. Nou, we zijn aangekomen op de eerste verdieping van het appartement in Hoogvliet. Nou, zoals je ziet, alles weer keurig afgewerkt. We hebben deze muur hebben we bij laten plaatsen, zodat eigenlijk dit gedeelte van de etage beneden eigenlijk een aparte ruimte wordt. We zijn hier nog even aan het twijfelen of hier nog een deur gaat komen of dat we dit gewoon open laten. Hangt even vanaf wat voor doelgroep het gaat worden om aan te verhuren. Maar dat zijn nog wel eventueel details die we later kunnen beslissen. Gaan we mee naar deze kant, zien we eigenlijk dat hier de woonkamer is. Hier hadden we dat plateau, dat hebben we eigenlijk met laminaat hebben we daar overheen laten leggen, omdat we dat houten plateau niet zo mooi. En we hebben er, ja, dit hebben we zwart gemaakt wat er tegenaan gezet wordt. Nou, ook alles hier gestuukt, netjes geschilderd en de deuren vernieuwd. Dat je eigenlijk gewoon een mooi strak appartement hebt gekregen. Nou, de keuken is vervangen en eigenlijk wat je ziet is, dit plateau liep eerst hier helemaal door. En eigenlijk is deze gehele hoek, die is erbij gekomen, dat we eigenlijk hier een nieuwe badkamer hebben gecreëerd. Dat was eigenlijk alleen een wc, maar door, nou ja, deze uitbreiding hebben we eigenlijk zowel beneden als boven dus een badkamer gekregen. Wat natuurlijk heel veel waarde voor de huurders heeft. En hier hadden we eigenlijk een heel, ja, een houten plateau wat kapot was. Nou, dat kon echt niet meer, dus we hebben er eigenlijk gewoon voor gekozen om het hele plateau weg te halen. En ja, ik wil niet zeggen dat het de beste partij is die ik ooit heb gezien, maar dit is in ieder geval gewoon niet bruikbaar voor de huurder. En niet meer gevaarlijk zoals het hiervoor was. Dus dat is eigenlijk wat we van het appartement hebben gemaakt.